Geen betere plaats voor Stejko om terug te blikken op zijn eigen geschiedenis dan de plaats waar het allemaal begonnen is. Jarenlang, van 1979 tot 2001, is een gebouw in de Beverlaag de uitvalsbasis van Stejko en Rockwerchter. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als het festival in 1979, toen nog Rock en Blues Werchter, voor het eerst in openlucht plaatsvindt, is er een nieuw podium nodig. Hedwig de Meijer en Herman Schuurmans zetten hun schouders onder het project. Dan is Hedwig beginnen te tekenen. En ja, dat was een podium met nog een paal in het midden. Maar dat was zo eigenlijk gezicht. En eigenlijk langzaam maar zeker is het eigenlijk verbeterd. Je kon dan podia gaan huren in het buitenland. Maar die waren eigenlijk en peperduur en niet goed. En bij gevolg hebben we het eigenlijk zelf gedaan. Stejko heeft een groot gat in de markt gevonden. En in 1985 wordt het officieel een bedrijf. In de periode daarna zet het ook de stap naar het buitenland. In 1987 trekt Stejko voor het eerst op tournee met de Britse rockgroep Genesis. En in de volgende jaren volgen onder meer Pink Floyd, David Bowie, The Rolling Stones en U2. Al blijkt uit het boek dat de onderhandelingen met de internationale vedetten niet altijd even vlot verlopen. In 1992 gaat Stejko voor het eerst naar de States om te bouwen voor Guns N' Roses, voor Metallica. En Hedwig had een offerte gemaakt en wou een akkoord, wou een oké op papier krijgen. En hij kreeg dan die oké niet en hij belde en hij bleef maar bellen. Want gasten, ik moet iets op papier hebben voor we vertrekken. En aan de andere kant van de lijn hoorde hij, ah Hedwig, you want an oké? En 5 minuten later rolde op de fax een wit papier met een grote oké in stift geschreven. Het bedrijf blijft zijn horizon te verruimen. Stejko bouwt in 2012 verschillende podia voor de Olympische Spelen in Londen. Ook de befaamde Yes We Can speech van Amerikaans president Barack Obama vindt plaats op een podium van Stejko. Een geheim recept voor dat succes is er niet, volgens oprichter Hedwig de Meijer. Groeien is voor mij nooit een doel geweest. Groei is er gekomen omdat we onze klanten gevolgd hebben. Maar ik heb nooit bij mij ergens op een website gezet, we moeten elk jaar 10% groeien of zo. Ik vind het andersom. Ik probeer de business te volgen, ik probeer mijn klanten tevreden te houden. En daar is groei uit voortgekomen, maar niet andersom.